473, take four. Mark. Hey lieve kijkers van Linda Meijden, we staan hier op de set van onze jongens in Miami. In Miami. En wij gaan jullie vandaag laten zien en vertellen wat er allemaal gebeurt. We zijn vandaag een dansscène aan het schieten. Het is echt gigantisch. Het is net als, je hebt deel 1, maar deel 2 moet nog groter en nog beter en nog massiever en nog gespierder en nog sexier en nog, je snapt het. En dat is het absoluut. We draaien echt een hele toffe scène. Ja, je merkt gewoon echt dat deel 2 nu al gewoon groter. Heel veel acts zijn, niet alleen wij, maar gewoon echt tig dansers erachter. En het wordt echt gewoon groter. Het is deel 2. We moeten een stapje erbovenop doen. Malik zat niet in deel 1. Dus nu is voor de eerste keer doet hij mee in deel 2. Maar voor ons, kijk, wij hadden qua lichaam natuurlijk wel een doel. Ja. Sowieso als je naar Joefant staat, dan valt alles in het niet. Maar, onzin. We hebben wel extra hard gewerkt. We hadden wel andere doelen nog dan vorige keer. Ja, je merkt ook nu, hè? We zijn nu in Miami. En zelfs hier gaan we echt ik denk dat we als we terugkomen vanuit Miami, dat we nog groter zijn. Dus gewoon echt elke dag zijn we aan het pompen. We hebben een hele goede crew die ervoor zorgt dat wij alles krijgen op de juiste momenten, dat ons cool houdt en dat helpt enorm hard. Dus, we hebben onze eigen umbrella person, ja. Onze eigen cool, er staat heel iemand met een blower, met een umbrella boven onze coole handdoek. Er komt ons aan niks tekort hier. Ik denk dat geen van ons het strip onder de knie heeft. Het strip onder de knie heeft. Ik denk dat we allemaal iets toevoegen. Hij heeft echt een leuke, eigen, unieke stijl. Ik doe mijn kleren uit. En dat is Joefant. Dus ja, het is gewoon, we brengen alle drie iets mee. Wij komen op de set, we zien drie meisjes waar we dan iets mee moeten doen. En dat is dan een beetje ongemakkelijk of zo. Ik vind het. Gaan we er ook echt naartoe? Hey, is het oké als ik dan dit bij je ga doen? En voel je je daar goed bij? Want ja, ik wil niet dat je. Weet je, het is toch anders dan zo'n stripper die zegt, ja, dat doe ik gewoon elke avond, fuck it, ik duw jou gewoon die kant. En als je dan terug wilt, nee, je blijft daar. Weet je.